En Suriname viert morgen 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De viering vindt dit jaar plaats in het district Saramacca. Carla Boetius van onze nieuwsdienst is momenteel in het plaatsje Groningen en brengt een live update van de voorbereidingen van de Srividentieviering. Carla. Dankjewel, Horacio en kijkers live vanuit Groningen, Saramacca. Ik sta hier op het Volksplein van Saramacca, hier aan de Tibitiweg. En ik kan u zeggen dat de sfeer in verband met dus de viering of herdenking van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid er helemaal in zit. Maar om ons meer over te vertellen heb ik uitgenodigd een DNA-lid van Saramacca, de trotse mevrouw Samidin. Ja, een trotse Saramaccaanse, hè? Helemaal. Nou, de sfeer zit erin. Ja, zie ik ook. En ik ben er tevreden over de manier waarop Saramacca participeert hierin. En ook mensen van Paramaribo, zie ik, van alle andere districten. Vandaag is het nog niet zo ver. Morgen is de grote dag, zeg maar. Maar we hebben om alvast Srividentie in te luiden heel wat activiteiten hier in Saramacca. En de mensen zijn erop afgekomen. Maar hoe waren de voorbereidingen? Nou, ik denk heel zwaar. Ja, het is de eerste keer dat het in Saramacca wordt gehouden. En we hebben alle actoren erbij betrokken. Zeker als ik kijk naar wat het districtcommissariaat heeft neergelegd met alle andere ministeries, RO, OW. En alle arbeiders, alle veldarbeiders, die hebben zich ingezet om Saramacca er piekfijn te laten uitzien op Srividentiedag. En de bevolking hier zelf, leven ze mee? Zijn ze er blij om? Of zeggen ze van nee, het hoefde niet? Nou, ik heb heel wat enthousiaste reacties gehad, natuurlijk. Aan de andere kant hoor je ook van, ja, maar waarom hier? Want het wordt een hele drukte, ik word gedupeerd, want ik kan mijn huis niet uit. Maar we hebben een informatiebijeenkomst gehouden, een week of twee weken terug, met genodigden. Zeker de mensen die hier in Groningen wonen. En we hebben ze uitgelegd van luister, we vragen uw offer voor 2 dagen hooguit. Maar het gaat erom dat Suriname jarig is en dat we de verjaardag van Suriname vieren. Nou, en we zijn live in het nieuws vandaag. Wat zegt u tegen de kijkers in verband met dus de herdenking of viering van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid? Nou, als u nog thuis zit, dan zou ik zeggen, pak je spullen in, kom naar Saramacca. Het is een hele ervaring. We hebben heel wat te bieden. U bent van harte welkom. Als het vandaag niet lukt, dan zie ik u morgen zeker tijdens het défilé en de viering van Saramacca die wij samen zullen doen. Dank u wel. Naomi Samidin, DNA-lid van Saramacca, van de NDP. En u heeft gehoord, ze is heel erg trots op. En ze zegt, de sfeer zit erin. En dat was het ook voor wat betreft onze live reportage vanuit Groningen. Vanuit hier het Volksplein. U heeft net, we zouden u ook een beetje laten meegenieten van een Jarakipang optreden. Maar het is net afgelopen. Ik heb een banaan gehad van een van de apen. Maar we gaan terug naar Horacio. Dankjewel Carla, geniet van je banaan. Dat was dus Carla Boetius vanuit het plaatsje Groningen in het district Saramacca met een live update in verband met de voorbereidingen omtrent 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid morgen.